Ik heb ooit mogen dienen als dienstplichtig sergeant bij het regiment Limburgse Jagers en wel bij het 42e in Duitsland. En daar gebruikten we deze auto's. En het leuke was dat vooral ook de aanhanger belangrijk was. Want daar werden uiteindelijk, als we weer in de Noord-Duitse laagvlak aan het oefenen waren, werd het eten gelost. En daar zat je 3 keer per dag op te wachten. En ook s'avonds kwam de aanmoezenier nog wel eens een keer met zo'n auto. En had dan ergens achterin nog wel een doosje staan waar een flesje uitkwam. Wat is er nog meer bijzonder aan deze auto? Ik ben lid van de Army Vehicle Club. We hebben zo'n 700-800 auto's in Nederland die helemaal gerestaureerd zijn, origineel geworden zijn weer. En dit is een van de weinige auto's die dit jaar voor het 3e jaar de goedkeuring heeft gekregen om op de verjaardag van Bernhard op 29 juni, overigens dit jaar op 28 juni omdat dat op zaterdag valt, in Den Haag mee te mogen rijden met het défilé. Dan rijden er 15 auto's mee van Keep Them Rolling, de producten tot 45 eigenlijk. 15 van de Army Vehicle Club en wij coveren de Koude Oorlogperiode. En dan nog 15 auto's van Defensie vandaag. En dit is dan dus een van de uitverkorenen waarin ik mee mag rijden. Dat is een hele eer. We hebben er ook alles aan gedaan om hem in echte originele staat te krijgen. Tot en met de radio's, die nonchalant zo'n 42 kilo alleen al wegen. En eigenlijk van A tot Z is die helemaal gerestaureerd geworden. En dat is nou waar ik een beetje van hou, te midden van wat andere hobby's. Zomaar lekker met een oldtimer. Beetje saaie kleur misschien, dat groen. Maar een beetje nostalgisch. En in veel gevallen deze auto ook gebruiken voor reunies. Zoals die zijn door mensen die echt op allerlei terreinen gevochten hebben. Dat heb ik niet. Ik ben slechts een dienstplichtig sergeant geweest in Duitsland. Maar voor die herinneringen, om die levendig te houden voor die mensen, houden wij dit soort voertuigen, samenwerking met overigens Defensie, in ere. Dus als je nou echt praat over een auto die heel wat meegemaakt heeft, 50 jaar oud, ontwikkeld vanuit de Willys tijd, met een origineel Willys plaatje nog erop, gebouwd in Nederland, eigendom van mij, en goedgekeurd door Defensie om op allerlei evenementen te mogen scoren. Dat is dan dus mijn NECAF, Nederlandse Keizer Fraser. En ik hoop hem nog heel lang met de uitmonsteringen Limburgse Jagers erop te mogen gebruiken op allerlei evenementen in Nederland. Vlaardingen ligt ermee bezaaid en ze zijn natuurlijk bedoeld voor de verkeersveiligheid. Maar verkeersdrempels, wat vinden Vlaardingers er nou echt van? Perfect, dan zal alleen niet naast je huis liggen, want je ligt te trillen op je bed. Een stukje verder. Die vind ik niet fijn. Dat is ook niet goed voor de auto's. Dus nee. En ik vraag me ook af of het altijd het nut heeft waar men van denkt. Natuurlijk, de snelheid is wat minder. Maar voor het milieu, het afremmen, het weer optrekken, denk ik niet dat het altijd bevorderlijk is. Prima. Ben ik het mee eens, zeker waar kinderen zijn. Ja. Ze zijn helaas nodig. Kennelijk zijn het onder mensen die zonder verkeersdrempels dusdanig hard rijden. Ja, het is niet altijd even goed voor je auto, maar daar kan je zelf wat in de snelheid ook aan doen. Okay. En een hekel aan. Ik heb er een rotsgruwelijke hekel aan. Ja, verlaagde auto, sportwagen, stug afgeveerd, ga je een drempel over met 10 km per uur en dan gaat je middendemper eroverheen. Ja, kun je weer een nieuwe middendemper halen. Verkeersdrempels, voor mij nee. Verkeersdrempels, dat zijn er behoorlijk veel tegenwoordig in de woonwijken. En of het nou echt tot de veiligheid bijdraagt, dat weet ik dus niet. Want ja, er wordt vaak hard op afgereden, hard afgeremd, hobbeltje nemen, gauw weer verder. Dus ik denk dat het een soort schijnveiligheid opwekt. Ja, goed voor de kinderen. Ik vind het eigenlijk wel, de auto's moeten daarvoor afremmen en de kinderen kunnen dan gewoon doorlopen. En voor mij mogen ze in alle woonwijken wel maken. Slecht. Vooral voor zulke auto's. De spoiler gaat er onderaan kapot. Ja. Dan moet je stappoest eroverheen of kruidingst eroverheen. Geen klachten over. Is toch logisch dat die er zijn? Haha, ken je de Zevenheuvelenweg? Een ondingen zijn dat. Weet je waar de Zevenheuvelenweg is? Dat is hierachter bij de Annapolonastraat, richting Driehuizen. Dat noemen ze de Zevenheuvelenweg. Als daar de taxibusje doorheen gaat, is een ellende. Ja, als je daar met ziekenwagens komen, wat veel gebeurt natuurlijk, is het een ellende. Ja, voor mij hoeft het niet, die dingen.
De Zebra is een competitie tussen de verschillende wijken van Vlaardingen. Wij als Vlaardingen TV gaan meten hoe vaak mensen in de verschillende wijken stoppen voor een zebra. Deze eerste aflevering zijn we in de Holy begonnen. U ziet het, inmiddels zijn al 4 auto's doorgereden en 2, nee herstel, want deze automobilisten remden ook keurig netjes af. 3 automobilisten zijn al afgeremd. Deze automobilist rijdt daarentegen gewoon door en ook deze. Kijk, en dan heel verrassend, deze kwam van heel ver, maar moest toch doorrijden voor de zebra. Deze fietsers rijden door, maar de automobilist stopt en daarmee haalt de Holy 4 punten. De volgende keer gaan we naar de Westwijk. Eerste aflevering van Karren in Vlaardingen. We hopen dat u ervan genoten hebt en over een aantal weken zijn we er weer. Karren in Vlaardingen. In ieder geval tot de volgende keer. Dag!